Op maandag 20 april presenteert ALS-patiënt Jan Zuring zijn gedichtenbundel Als het licht uitgaat. Als inleiding op deze presentatie heb ik een gesprek met Jan van Dun, Danique van Dun en Ashley van Dun. De vrouw van Jan en de moeder van Danique en Ashley overleed in 1998 aan ALS. Jan, kun jij eens uitleggen wat de ziekte ALS precies inhoudt? Ja, de ziekte ALS wordt meestal kenbaar gemaakt door spierziekte. Terwijl het eigenlijk een zenuwziekte is. Het heeft te maken met je zenuw onder je rug en de zenuw boven in je nek. Die in feite niet meer met elkaar in verbinding staan. En de zenuwdeeltjes die dus naar je spieren gaan, niet meer aansturen. Daardoor krijg je de zenuw geen impuls meer van de spier. En ja, sterven de spieren af. En dat is eigenlijk het kenmerk van ALS. En toen uw vrouw het kreeg, was er eigenlijk weinig bekend over die ziekte? Er was heel weinig bekend, zelfs wij konden de ziekte niet. Wij hoorden iets van de broer van mijn vrouw, dat hij iemand kon die ALS had. Maar wij geloofden niet dat het ALS was, want wij vroegen wat voor ziekte is dat? Ja, de spierziekte. Terwijl we elke keer in het ziekenhuis kregen te horen, nee, de spieren zijn prima, spieren zijn prima. Dus er zijn heel veel onderzoeken gedaan. En bij ALS, ik weet niet hoe het nu is, maar destijds werd er gewoon gefilterd. Dus ze deden heel veel onderzoeken. En als er helemaal niks uitkwam, of bijna, en al die onderzoeken waren goed, ja, een filter dus, dan was de diagnose voor 99,9% ALS. Alles viel uit. Alles viel uit, behalve je hart. Dus een op zich staande spier, die valt niet uit. Maar de andere spieren vallen uit. Je kunt blijven zien, je kunt blijven horen. Je kunt alles denken, maar verder kun je niks. Danique en Ashley, jullie moeder is in 1998 overleden aan de ziekte ALS. Maar het heeft lang geduurd voordat duidelijk werd wat zij eigenlijk had. Kun je dat eens vertellen hoe dat is gegaan? Ja, er was eerst zat een beetje uitvalverschijnselen en een beetje aan het sukkelen hebben ze onderzocht. Dachten ze dat ze een hernia had. Bleek ook wel te zijn, is aan geopereerd, maar ze bleef de klachten toch wel houden. En hier kwamen ze er verder niet uit wat het was. Of, toen is ze doorgestuurd naar de Universitair Ziekenhuis in Maastricht. Daar zijn ze onderzoeken gaan doen. En daaruit is toch op een gegeven moment wel gebleken dat het ALS was. Maar dat heeft wel kan goed een half jaar tot een jaar geduurd voordat ze wisten wat het was. Ja. En Ashley, toen heeft het nog maar 9 maanden geduurd voordat jullie moeder is overleden. Hoe komt dat bij jullie aan? In het begin niet natuurlijk. Ik dacht zelf altijd van, het komt wel goed. Maar ja, ze heeft ook zelf ervoor gekozen van, ja, ik wil niet aan de beademing of ik wil niet als een kastplantje leven. Dus daardoor is het wel sneller gebeurd. Het had wel uitgesteld kunnen zijn, sorry. Danique, jij wist er iets meer van, hè? Ja, ze heeft zelf altijd wat Ashley zei gezegd, ik wil niet als een kastplantje leven. En dus dan kun je het nog sowieso rekken, maar ja, het heeft voor haar geen zin en voor ons ook niet. Ze is op een gegeven moment is het wel heel vlug gegaan. Ging ze minder slecht lopen en dan ga je met 1 kruk, 2 krukken. En op een gegeven moment kom je in een rolstoel, krijg je benauwd, armen houden ermee op. Ja, en dan, is het op een gegeven moment dat ze zelf dan zegt, nou, dit is het moment dat het niet meer, gewoon geen doen meer is. En dat hebben wij geaccepteerd. Ja. En Ashley, het is natuurlijk vreselijk om als 9-jarige je moeder te verliezen. Ja, klopt. Het duurde heel lang voordat ik daar achter kwam. In het begin gaat alles gewoon door. Maar steeds merk je dat het van die dagen zijn, zoals ook met vriendinnetjes die dan wel met de moeder iets leuks gaan doen. Of moederdag, of dat je op school hoort van dat een vader of moeder meegaat. En dan, bij ons was het altijd maar onze vader. Ja. En dan gaan heel veel mensen gaan vragen stellen. Of vooral volwassen mensen die dan zeggen van, en je moeder, of waar is je moeder? En dat waren wel moeilijke momenten. Ja. Gelukkig worden er tegenwoordig allerlei acties ondernomen om medicijnen te vinden voor genezing van ALS. Er zijn allerlei wielerwedstrijden, loopwedstrijden geweest. Jullie hebben ook aan iets meegedaan? Een Remo run in Eindhoven afgelopen zomer. Het was 5 kilometer rennen voor dan Stichting ALS. En dan ondertussen werden er allemaal met verfkanonnetjes gegooid in alle kleuren. Iedere kilometer een andere kleur.
En dat was heel mooi om te doen. Wat ervaar je dan? Uiteraard waren er ook een paar mensen bij die ALS hebben of hadden. En dat is toch wel een beetje heftig om te zien. Maar die je wel aanmoedigen om het toch te doen. En daarom hebben wij dat eigenlijk ook gedaan. ALS-patiënt Jan Zuring heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk geld te verzamelen om geneesmiddelen voor de ziekte ALS te kunnen ontwikkelen. Hij stelde voor dit goede doel een dichtenbundel samen onder de titel Als het licht uitgaat. Op maandag 20 april overhandigt hij het eerste exemplaar aan burgemeester Maarten Hoebe. Dat wordt maar een halve handtekening. Vindt u daar genoegen mee? Zeer op prijs gesteld. Kijk eens, nou, dat ga ik toch even laten zien. Alsjeblieft. Overhandiging, eerst exemplaar aan, en het staat recht aan mijn burgemeester Maarten Hoebe. De socialist en de liberaal hebben beide een moraal. De ene die spendeert, de andere die begeert. Beide plukken ze je kaal. Waar gaat 50% van de opbrengst van jouw boek naartoe? Ik heb als project uitgekozen een van de vele projecten die Stichting ALS Nederland uitvoert. Het is Project Mine. En binnen Project Mine wordt research gedaan naar afwijkingen binnen het DNA-profiel. Om te kijken van aan de hand van wat voor afwijkingen kunnen we misschien proberen een ontwikkeling, geneesmiddelontwikkeling te doen om ALS in de toekomst geneesbaar te maken. Dus alleen daar al praat je over 45 miljoen. En ja, dan weet je alleen nog maar wat de afwijkingen zijn en dan moet de ontwikkeling van geneesmiddelen nog beginnen. Dus het gaat echt om heel veel geld. En ja, mijn bijdrage is natuurlijk minimaal, maar elke bijdrage is er één. De gedichtenbundel van Jan Zuring is verkrijgbaar bij boekhandel Bruna en bij Vincentre. 50% van de opbrengst van dit boek gaat naar de ALS-stichting en het DNA-onderzoek van het project Mine.